Welkom lieve luchttekens, dus deze reading is voor de tweelingen, weegschalen, watermannen, maar natuurlijk ook als je crosswatcher bent en kijkt voor een partner of iemand met wie je, waar je interesse in hebt. Het kan ook zijn dat je geïnteresseerd bent omdat de titel je aanspreekt, dan ben je welkom. Vandaag gebruik ik Believe in Yourself, in Your Own Magic, The Wisdom of the Hidden Realms en ook de Tarot Royal. Dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren. Jullie loyaliteit door je massaal te abonneren, te doneren. Vele aanvragen voor privé readingen, rijke healingen. Aanvragen voor contact met overleden dierbaren. Dankjewel. Maar ook alle positieve reacties en natuurlijk het feit dat jullie voor sommigen, wat zeg ik voor sommigen, voor de meeste van jullie kijk je al heel lang naar mijn kanaal. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ben je nieuw, kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert, dat is trouwens gratis voor al mijn kanalen. En bovendien ben je dan energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Ik ben een channeler, dus laat of vroeg pik ik ook jouw energie op, waardoor de reading meer en meer met je aansluit. Wat mogen wij weten? Ik begin met hiermee. Dit is een advieskaart voor de tweelingen, de weegschalen en de watermannen. Dan hieruit. Daar begin ik mee voor de tweeling, de weegschaal en de waterman. Jullie overal energie is zaadjes planten of zaadjes die je al geplant hebt, die gaan dus nu uitkomen. En je gaat dus zien van wat er van terecht is gekomen, van je manifestatie, van je creatie. Of je moeite loont, of je goed hebt gemanifesteerd, gecreëerd. En ik denk dat je ziet wat voor vorm het gaat krijgen en dat het ook succesvol is. Ja, spreekt hier over lovely, dus something lovely will grow. Dus iets, iets moois, iets goeds zal hieruit groeien. Het kan zijn dat je heel vaak moeite hebt gehad met dat te creëren of dat te manifesteren wat je wenste, omdat dit in de weg zat, je schaduwzijde. Er was veel onzekerheid, misschien wat manipulatie, illusie. En je hebt nu inzichten gekregen met dat licht hier. Dit heeft ook een sterke kluizenaars vibe voor mij, inzichten gekregen over waar moest je nog aan werken en wat is het precies waarom een bepaalde manifestatie of creatie toch niet werkte of niet helemaal naar je zin was of niet het juiste was of het maar niet naar je toe kwam, omdat je dus die keer saboteerde. Wat het dan ook was, je hebt daar heel veel van geleerd. En nu komt uiteindelijk het juiste op je pad. En van hieruit kan jij dus, ik zie een domino effect. Dus je weet nu hoe je moet manifesteren. En dat kan dus steeds gemakkelijker gaan en steeds grotere vormen aannemen. Dus advies leggen we even opzij. Deze kaart kwam er ook bij de aardetekens bij, dacht ik. Ja, aardetekens. En ja, die reading ging over in de flow raken. Nou kan dat misschien ook raakvlakken met jouw reading hebben. Dus kijk even, als dat resoneert, dan kan je misschien ook naar de aardetekens kijken. Voorbereidingen heb je getroffen, je hebt gemanifesteerd, je hebt rituelen misschien uitgevoerd, je bent in gebed gegaan, meditatie voor inzichten, je hebt
wat je dan ook gedaan hebt, het gaat vruchten afwerpen, dat wat jij hebt gecreëerd of gemanifesteerd. Dat kan een baan zijn, dat kan een nieuwe liefde zijn, wat het dan ook is, het kan een huis zijn, een auto. Maar voordat je het juiste op je pad kreeg, moest je heel veel uitzuiveren, hè, die schaduwzijde. Je moest echt heel veel helen. En ik heb het gevoel dat dat nu in balans is. En dat je dus nu gaat zien dat je schepen wel binnenkomen. Iets wat voorheen niet lukte, komt nu dus wel. En daar ben je heel blij mee. Het kan zijn dat het te maken heeft met een eigen bedrijf of een gezin starten. Iets wat jou heel veel blijheid geeft. Heel veel geluk staat ook voor verantwoordelijkheid. Dus ja, dat wat jij nu hebt gemanifesteerd, dat komt ook op je pad. Advies daarbij is kaart 5. Dat wat je hebt gemanifesteerd, doe dat voor jezelf. En daarbij niet voor goedkeuring van anderen, niet voor prestige, niet voor aanzien, niet voor, maar gewoon puur voor jezelf. Jij doet dit omdat je dit graag wil, omdat je hiervan wil leren, omdat je... Je doet dit niet voor erkenning of herkenning en daardoor wordt deze wens ook gehonoreerd. Wat mogen wij weten, oh andersom zo, voor de weegschalen. Voor de weegschaal heeft deze manifestatie te maken met onbaatzuchtigheid, nederigheid en... Ik denk dat jij heel veel hebt gegeven in het verleden. Heel veel altijd voor anderen klaar hebt gestaan. En dat er nu dus iets op je pad wordt gezet. Iets wat zeg maar een cadeautje is van het universum om iets aan jou terug te geven. Mensen hebben heel vaak jou misleid of misbruikt of mensen hebben altijd maar aan zichzelf gedacht en jij vond het allemaal prima. Het gaat bij jou niet om het resultaat. Je bent ook heel erg van de compassie, je bent heel erg snel vergevensgezind en ondanks dat mensen daar een loopje mee hebben genomen... Of misbruik van hebben gemaakt. Het heeft je af en toe wel uit balans gebracht en laten twijfelen. Maar je bent altijd van het goede uit blijven gaan. En dat is omdat jij een aartsengel bent. Daardoor heb jij zoveel geduld. Daardoor blijf jij altijd het positieve zien in de medemens. Advies voor jou met kaart 5. Meer zelfvertrouwen hebben. Maar dat komt met tijd en het oefenen. En dan kan jij een groot meester worden. En kan je goed ook je grenzen stellen. Voor de watermannen. Nou, we zien hier de Arrow Master. Iemand die duidelijk op zijn doel afschiet. Kan ook sterke boogschutter of dat je met een boogschutter te maken hebt. Ik denk dat je nu met de juiste intentie hebt gemanifesteerd. Dat je nu wel het doel raakt of je doelen gaat bereiken. Omdat je namelijk bepaalde zaken los hebt gelaten. Hè? Kaart 10, je bent veranderd en dat brengt zeg maar... Nu wel die manifestatie van de grond of jouw creatie van de grond. Er komt meer balans, maar meer stabiliteit op werkgebied, op financiën, maar ook op liefdesgebied. Dus je gaat terug
de flow vinden. Verdriet, ik heb het gevoel dat verdriet of spijt, dat je dat achter je laat. En dat is juist, zeg maar, wat opgeschoond moest worden. En dat brengt dan alles in die flow. Dus er komt van alles naar je toe. Omdat je geleerd hebt om uit die lage energie te komen. Je trekt heel veel aan. Kunnen wel 8 verschillende dingen zijn. Een leuke partner. Goede vriendschappen. Werkgelegenheid. Geld. Succes. Vakantie. Kan van alles zijn. Een nieuwe auto. Een nieuw huis. Weet ik het allemaal. Dat trek je nu allemaal aan. Dit zat allemaal, zeg maar, verstopt. En met verstopt bedoel ik een verstopping. Het was niet, het was je wel duidelijk, want je hebt dit allemaal gemanifesteerd. Maar zolang je, zeg maar, in die lage energie blijft zitten, van spijt, hou je dat tegen. En nu dat je, zeg maar, uit die energie bent gestapt, die schaduwwerk hebt gedaan, komt het eens snel allemaal naar je toe. Advieskaart bij jullie heb ik ook weer die 10, hè, die verandering. Dat je weet dat je ook dingen los moet laten. En je hebt heel duidelijk die spijt losgelaten. Dat was voor jou heel moeilijk. Maar zodra dat je dat loslaat, of als je dat binnenkort helemaal hebt uitgezuiverd, heeft met je schaduwkant te maken, hè, dan begint dat zaadje, en in dit geval wel 8 zaadjes, beginnen ineens de kop op te steken. Het ziet er heel goed uit. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.